Dag mensen, de vorige video ging zo slecht dat ik zei dat ik een vakantie ging boeken. En dat heb ik ook echt gedaan. Ik ben naar Griekenland geweest, helemaal terug en uitgerust. Was ik. Ik was uitgerust. Totdat gisteren heel mijn keuken van de muur donderde. Ik heb gewoon weer vakantie nodig. Het is echt... En dan niet alleen dat. Nee, het is vandaag ook nog eens de dag waarvan we hoopten dat die nooit zou komen. De allerlaatste aflevering van Harry van het Kamp. Daten in het donker. Ik heb geen idee. Harry van het Kamp date op het kamp. Harry zoekt een vrouw. Nou, toch leuk dat ik de titel een keer goed heb. 2 van Harry op het kamp. Daten zoekt een vrouw. Een nieuwe aflevering van Harry zoekt een kamp. Nee, aflevering 4 van Harry van het kamp zoekt een vrouw op het kamp. Wat is nou de titel? 5 van Harry daten op het kamp. Met meiden. We keken vorige week naar aflevering 5. Dat was een fantastische aflevering. Miste gewoon wat eerlijkheid tussen ons. Ja, nee, dat denk ik niet. Eerlijk, dat was goed. Dat was lekker. Kan vandaag alleen nog maar beter worden. Voor de 3 overgebleven dames is Harry zeker geen sukkel. En ze willen hem alleen nog maar beter. Ik zweer, ik ga het programma missen. Kijk deze man nou zitten. Ik heb zoveel herinneringen. Hier, home and living. De familie aan de muur. We hebben met z'n geld bij elkaar gespaard. Dit is het geworden. Dit shirt ook. Een wiet shirt. Is het, dus denk top 10 lelijkst. Nee, dat is een geitje. Maar hij heeft dit shirt wel sowieso gekocht bij de eerste en de beste souvenirzaak in Amsterdam. Claudia, Grace en Rilana pakken hun koffers, want ze verhuizen voor het eerst naar het kamp. Nou, dames. Dag. Leuk hoor. Dames. Hi. Hallo. Ik zet de koffers in, zal ik jullie eerst een kleine rondleiding geven? Oh, leuk. Kom verder. Gelukkig zijn de dames al helemaal ingeburgerd. Ik had eerder in een video zo woe en niemand had dit ervan geëdit. Woe! Hey, goed man, ze hebben echt geleerd. Geen schoenen uit en dat al op de allerlaatste dag. Dan klaar zijn om het heiligdom te betreden. Mooi. Nou, dit is mijn optrekje, net verbouwd. Zijn net klaar. Woonkamer. De slaapkamer. Wat is die naar alles? Woonkamer, slaapkamer. Dit is mijn maag. Wat? Dit is je maag? Wat is dit voor joke? Ja, ik denk wel dat ik hier zou kunnen wonen. Ik vind het wel gezellig. Het ziet er mooi uit. Mooi, goed ingericht. Interieurstyling is on point. Hij houdt ervan om zichzelf te bekijken. Ja, of iemand anders. Dus, God! Zo, dit is de grootste bedspiegel die ik ooit in mijn leven heb gezien. Oh my. En dit is trouwens de hoogste stopcontact die ik ooit in mijn leven heb gezien. Oh, waar je oplading kan. Die is nog vrij. Er staat nog een ladder naast die grote spiegel in me. Overigens, voor iemand die zoveel seks heeft, die een zwart dekbed. Geeft witte vlekken, maar hij... Nou, het ging eens naar huis van de ouders, die of exact hetzelfde interieur hebben, met flessen al op tafel. Goed, ze gingen daarheen om met z'n allen te gaan eten aan tafel. Dat gaat sowieso niet ongemakkelijk worden. Hi. Hoi. Goedenavond. Nou, we mogen gaan zitten. Ze komen ook gelopen uit de boksschool. Dames. Zo, wat mooi hier. Ja. Nou, leuk hè? Ja, het ziet er mooi uit. Ik zie wel een beetje de zenuwen, ja. Maar je komt op een vreemd kamp bij vreemde mensen, ouders van. Dus het, ja, het is toch een beetje aantasten denk ik voor die meiden. Ah, nee. Nee, wat erg. Dat je alleen de vorken langs het bord hoort schrapen. Ik ben best wel benieuwd, hoe was Harry vroeger? Oh, zo lief. Ja? Een lieve jongen? Ik was echt knap vroeger. Ja, elke dag. Oh, wat schattig. Hij laat gewoon zijn eigen zien. Is dat niet zo gek? Ze vroeg ernaar. Ze vroeg hoe hij vroeger was. Hij laat gewoon zijn eigen zien. Dat is wel... Ah, oké. Okay. Ik snap die moeder. Ja, als ik er vroeger zo uit zag, dan had ik mezelf ook niet laten zien. Dat fotootje is wel heel schattig, maar wel. Hij ziet er niet meer zo uit, gelukkig. Je bent zeker goed opgedroogd. Dat wel. Dat zijn kant, ja. Dus je noemde me lelijk vroeger? Nee, je was schattig. Ja. Ja, maar dat is toch... Dat zie je zelf toch ook wel? Natuurlijk wil je het gewoon graag goed doen bij je schoonouders. Ja, mijn schoonouders voor nu. Maar ik ben gewoon altijd mezelf en nu ook weer. Grace en Rilana hebben zich inmiddels helemaal gezetteld. Maar Claudia voelt zich niet echt op haar gemak.
Claudia is toch iets teruggetrokken als de andere twee. Ik weet niet of ze dat... Ja, duh. Ze zit tussen die ouders. Ik zou het nog ongemakkelijk vinden als ze tussen mijn eigen ouders zit. Echt tussenin? Fuck nee. En komt, kan ook natuurlijk. Of dat haar gewoon... Oh, het was de bedoeling dat je dat aanpakte en aan die paren... Oh nee, ze heeft wat tegen Shrimpies, natuurlijk. Is dat vies, vieze Shrimpies? Dat Claudia er eigenlijk minder opstelt. Ja, ik was toch wel benieuwd of ze, als ze hier was bij ons op campus, toch meer opener zijn. Maar nee, ook niet. Ik denk, zeden we alles gewoon op elkaar. En als het niet werkt, ja, dan werkt het niet. Dan moet je gewoon eerlijk zijn. Het is ook zielig anders. Ja. Dus ga je het haar vertellen nou? Ja, ik denk het wel. Oeh, nu wordt het serieus, mensen. Hij gaat haar apart nemen om te vertellen dat het toch niks wordt. You got this, Harry. Milana, geef je broertje nog even wat moed. Dat was een... Oh. Nee, is een proost met nee. Oh. Ja, damn it. Mijn gevoel gaan volgen, ik moet keuzes hier maken. Dus het was voor mij ook van, oké, het is een etentje, maar... Ik kan misschien naar de hand van dit etentje wel kijken waar mijn hart ligt. Nee, wat ik wel zeggen, ik had... Sorry. Maar waarom doet deze scène me denken aan het programma van Yes Air, waar hij die kinderen voor lul zet omdat hij hun liefde laat uiten? Op een gegeven moment ging bij jou de remmer op of zo. En ja, ik zou tegen jou, ga je iets meer openstellen naar mij toe. Maar ja, na dat gesprek is het eigenlijk niet meer geweest, snap je? Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Ik zit nu met drie dames nog hier en ik moet gewoon keuzes maken. En dan zou ik je toch moeten laten gaan. Ja, dat is goed toch. Ik hoop dat je het met een van die andere meiden dan vindt. En ja, sowieso je hart volgen. Wat? Claudia, super verdrietig. dit is zeg maar hoe je hoopt dat het gaat als je het uit moet maken met je relatie. Oh, oké, okay, je maakt het naar me uit. Oké, okay, nou dan hoop ik dat je gelukkig wordt met iemand anders. Maar niet mij vergeten. Of wel, maakt ook niet uit. Ik ga gewoon door met mijn leven. Hey, zullen we nog voor de laatste keer neuken? Dat is hoe je hoopt dat het gaat. Gaat nooit zo, maar dat hoop je wel. Nou, zo makkelijk als dat Claudia het had met dat ze wegging, zo moeilijk had Grace het met dat Claudia wegging. Oh, schatjes, kom hier, even. Ja, ik ben natuurlijk heel blij dat ik bij de laatste twee zit. Oh my god. Maar ik had het totaal niet zien aankomen. Ik denk dat ik het daarom ook zo lastig vind. Doei, Klau. Doei. Oh, Jesus. Nog even een shampoo. Laten we even proosten. Nee, zij is geen echt persoon. Ik zweer, zij is niet echt. Ik vind het zo erg. Nog even een shampoo. Oké, zullen we weer naar binnen? Om erachter te komen wie zijn echte trophy wifey is, gaat Harry op een ultieme date met de dames. Maak jij even leven. Ja, dankjewel. Leuk, wat gaan ze doen? De ultieme date. Gaan ze langs alle plekken waar ze herinneringen samen hebben opgebouwd? Dat was niks. Ah, kijk nou, dit is onze eerste ontmoetingsplek. Hier stapte jij een week geleden uit de koets en zagen elkaar voor het eerst. Oh, en kijk daar. Dat is de plek waar Cassidy de muggendeur dichtsloeg. Ik wil ze allebei toch nog eventjes gewoon 24 uur met hun apart zijn. En dan kan ik zien, zal ik ook de rest van mijn leven met jou kunnen delen. Gaat dat zo makkelijk, ja? Oké, dan doe ik iets helemaal verkeerd. Cool, nee, maar niet uit. En Harry reist natuurlijk alleen in stijl. Ik weet ook niet of dit een stijl is. Dit is een stijl. Dit is gewoon een verlengde Hummer. Ik heb een showtje. Een show? Nee, leuk. Ja, toch? Ja, leuk om je in actie te zien. Ik was eigenlijk best wel verrast dat hij me nu meeneemt naar een DJ-booking. Ja, dat snap ik. Wie de fuck doet zijn date nou naar zijn werk? Oké, ik wil nog wat zeggen. Ze zijn al aan het zoenen. Cool. Ze zijn nog op de heenweg naar de date. Wie zoent er nou weer op de heenweg naar de date? Ik voel wel liefde als ik een kus krijg van Harry. Ik heb lang niet zoiets voor een man gevoeld, dus ik vind het wel fijn om zoiets weer te voelen. Ja, dit kan toch niet? Ja, Bo! Zijn er? Ga het ja, helpen! Ja. Hallo! Oh ja, wacht even. Kijk uit, je ziet. Goed zo, gewoon, ik wou dat zeggen. Hey, kleine bitch, ga je me even helpen naar buiten, joh? Hey, kom maar. Dankjewel, ja. Oké, we gaan. Shampoo erin. Even shampoo. Toen werd Harry groot aangekondigd om te draaien voor een kinderdisco. Maar hey, dat hield hem niet tegen om zijn shirt uit te trekken. Ja, terwijl het allemaal voorbij ging, ze in een vet mooi hotel slapen samen. Te beginnen waar we de avond mee af hebben gesloten.
Lekker luisje bij je. Nog even een champie. Ja, lekker geslapen. Ik heb wel heerlijk in zijn armen gelegen, dus ja. Daardoor kon ik lekker slapen. Ik ga hem missen. Tuurlijk ga ik je missen. Ah, dat is cute. Ga je mij missen? Je weet het. Hè? Ja, maar waarom vraag ik dan aan haar? Je weet dat de vraag terug wordt gesteld. Nou, goed. Het is tijd voor Grace. Harry de Hengst brengt Grace graag in hogere sferen. Nee. Hey, schat, hoe is het? Hey, gaat het goed met jou? Lekker. Mooi. Heb je een beetje gemist? Ja, zeker. Oké, fuck it. Ik dacht, hey, doe je hand een beetje omhoog. En dan ging het nog lager. En toen ging hij slaan. Oké, cool. Oh, dankjewel. Oh my gosh. Nee, dat doen we te veel denken aan deze blik. Ik ga de meiden vertellen dat ik heb gezoend. Nope, dat doen we denken ook aan dat jullie zoenden en ik wil dat niet zien. Oh, wat? Ze zijn nog niet eens opgestegen. What the fuck is dat met hem en voor de date al beginnen met zoenen? Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, en toen ging ze wel opstijgen, al na het zoenen. En toen had ze een bril opgedaan en leek ze op een, hè, cornster. I like corn. Ik ben heel blij dat Harry bij me zit. Kan ik hem goed vasthouden? Ze doet het expres. Ze doet deze stil ook. Genieten van het uitzicht. Alleen ja, ik had een goede afleiding langs me zitten. Want mijn ogen af en toe weggeleden. Dus dat is ook wel leuk om naar te kijken. Je gordel zat prima. Je gordel had helemaal niet... Fuck it, laat maar. Ik accepteer gewoon. Dit is de intro die ik altijd skip. Nou, toen gingen ze weer zoenen. Besef dat ze nu al 2 keer hebben gezoend in het eerste kwartier van een 24-uurs date. Ik moet wel zeggen, want haar hielp die om uit de helikopter. Oké, ik zie al waarom. Mooi. Ik heb eindelijk een lekker Hardy voor mezelf alleen. Dus ja, dan moet ik alles uit de kast halen om te laten zien dat ik de juiste ben voor hem. Nou, proost. Op een gezellige nacht. Op een gezellige nacht. Ja. En Chris maakt toch wel een bepaald gevoel in me los, waardoor ik toch het fijn vind om haar te zijn. En... Ja, dat snappen. Dat gevoel, dat heet hormonen. Ja, die schieten bij jou zo naar je dik. Ik zweer, Harry is echt de definitie van denken met je lul. Proost. Na een gezellige nacht is het voor Harry erg belangrijk om een goed gesprek te hebben met zijn potentiële lover. Wel gewoon veel dingen. En zoals jullie weten, een goed gesprek hou je halfnaakt in de jacuzzi. Nou, zij toen weer praten over haar werk als candy girl. En toen gingen ze nog meer zoenen en gore dingen doen. Rilana, ruizige meisje. Heel lief. Ik was 's ochtends wakker, ik hoorde allemaal gerommel. En ze heel de kamer, heel die suite had ze schoongemaakt. Mijn koffer was ingepakt. Alles was al geregeld. Ja, bij Chris heb ik toch een beetje meer een aantrekkingskracht dan bij dingen. Rilana. Rilana is leuk op andere dingen. Nope. Ja, dat was hem. Dat was de keus. Je kan nu niet meer voor Rilana gaan kiezen. Je zei letterlijk... Nou, Grace, die vind ik sexy, jongen. Daar heb ik een aantrekkingskracht mee. Is niet normaal. Maar ja, Rilana. Die heeft heel mooi mijn koffer ingepakt. Op een gegeven moment zag ik haar gewoon mijn onderbroeken vouwen. Nou mensen, toen was het zover. De allerlaatste tiara ceremonie ooit. Natuurlijk ooit, want tiara ceremonie is niks. Bestaat in geen enkel ander programma. Grace. Ja? Toen je aankwam lopen met je blauwe jurk, vond ik je meteen een aantrekkelijke meid. En normaal val ik niet op blonde vrouwen, maar jij bent een uitzondering. Je weet hoe mijn leven eruit ziet, want je bent zelf ook actief in het nachtleven. Maar je hebt ook gezegd dat je de leven aan de kant wil zetten voor een serieuze relatie. Nou, wacht even hoor. Je hebt het 8 keer aan haar gevraagd en toen zei ze je moet het maar accepteren. En bij de laatste keer zei ze dit. Maar zie ik dat het echt serieuze kant op gaat, dan zou ik daar wel over na kunnen denken, weet je wel. Get the hint. Get the fucking hint. Ze wil niet stoppen. Ze vindt gewoon leuk wat ze doet. En dat vind ik ook belangrijk. Maar ook luister ik naar mijn eigen gevoel en naar de wijze raad van mijn familie. Ik wil gaan voor inhoud en diepgang in een relatie. En die heb ik tot zozeer nog niet heel erg met je gehad. En ik had gehoopt dat dat anders zou zijn. Maar helaas. Sorry, je houdt er van ons op. Oh, ik wil niet huilen. Ah.
Nou, toen moest zij wel huilen. En ja, je weet wat je dan moet doen, hè? Nog even een shampoo. Nee, het is wel zielig. Het is zielig. Maar gelukkig, hey, het is afgelopen. Het kan niet erger dan dit. Er zit een spin op je... Een spin? Ik ga Grace missen. Oké, mensen, dan is het tijd voor Ilana. Want als hij haar kiest. Ik zweer, als hij niemand kiest, dan ga ik echt mensen aanklagen. Dan ga ik mensen maaien. Hij kiest hem, al is het zijn zus. Ilana, toen je hier aankwam, voelde ik eigenlijk meteen een klik met je. Je bent niet alleen lief en leuk, maar ook zorgzaam. We delen niet alleen dezelfde achtergrond, maar ook maak je me een beetje verlegen. En dan krijgen niet veel vrouwen voor elkaar. Of Grace natuurlijk. Maar die is super sexy. Maar hey, jij kan schoonmaken. Wil je met mij proberen? Oh, ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Zeker. Oh, vanaf moment 1, mensen. Vanaf moment 1 zei ik het al. Jouw hondje, Pablo. Oh, kijk eens. Dankjewel. Oké, die heeft gewonnen. Kom aan. En kijk ze nu staan. Hebben ze verkering nu? Dat weet ik niet. Ze is hartstikke vrolijk en knap. Dat ik dan toch als einde hier sta? Ja. Nou, het heeft ook met karakter te maken natuurlijk. Hè? Het is niet alleen altijd maar de buitenkant, hè? Ah, oké. Soms moet je dingen gewoon niet zeggen. Hier zou ik aan het houden zijn. Mensen, helemaal het einde. Ik vond het een fantastisch leuk programma. Ik meen het. Ik vond het echt een parel. Wil ik nou zelf zien? Het staat op Discovery Plus en TLC. Ik vond het fucking leuk. Vond jij het ook leuk? Laat even een comment achter. Een duimpje. Abonneer, weet ik veel. Doei, ja.